Ik ben Joep Grapperhuis. Ik ben de CTO van TinXL. TinXL is een 3D-printbedrijf. Wij verwerken afvalkunststoffen tot nieuwe producten. TinXL heeft uiteindelijk de challenge circulair gekregen. Wat inhoudt dat we 100 buitenbankjes gaan 3D-printen van afvalkunststoffen. Waardoor het dus gerecyclede kunststof buitenbankjes zijn. En die buitenbankjes worden langs de fietsroutes van Zuid-Holland geplaatst. Wij hebben gemerkt bij zo'n challenge, toen we hem kregen, moesten we opeens van prototypebedrijf naar productiebedrijf schakelen. Dus ineens hadden we een opdracht liggen van 100 buitenbanken. Wat voor ons een grote stap is, omdat we niet gewend zijn om op die manier seriematig te produceren. We leren ontzettend veel, als in natuurlijk het logistieke en het op tijd kunnen produceren van elke dag een aantal producten. Maar ook intern wat we daarvoor laten liggen en wat we nog tussendoor voor laten gaan. We leren ontzettend veel van wat de eisen zijn van zo'n echt seriematig functioneel product. Ik zou aanraden om mee te doen aan het programma, omdat het is heel erg vrij. Je kan je eigen ding blijven doen, maar toch kom je ontzettend goed vooruit.